hoe belangrijk is het niet om over 20 jaar een fantastisch theater te hebben? Met een mooi programma, met veel publiek, met een belangrijke functie. En dat we over 20 jaar kunnen zeggen dat iedereen in Eindhoven gelukkig is geworden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. De rol van het publiek is al een tijdje aan het veranderen. Dat wordt alleen maar belangrijker. Waar je vroeger een voorstelling had en je zocht daar publiek bij, heb je nu publiek wat bepaalde wensen heeft. Dus dat bepaalt een beetje het programma. En het publiek is deelnemer, is co-creator van wat daar plaatsvindt, stemt op dingen die wel of niet geprogrammeerd zouden moeten worden, is actief op het toneel zelf, heeft ideeën die hij met ons veel meer deelt dan vroeger, maar verwacht dan ook terecht dat we daar iets mee doen en dat het ook terugkomt in het aanbod. Dus een veel actievere rol, een veel grotere betrokkenheid van de bezoeker. Als je kijkt naar de rol van het theater van de toekomst, als ik mag zeggen waar ik over droom in de toekomst, dan zou dit de huiskamer moeten zijn van deze regio. Waar iedereen heen kan om een mooie voorstelling te bekijken, of mee te maken, of te verzinnen, of te regisseren, of andere mensen te helpen om iets moois te maken. Dus niet meer alleen voor een, ja, het is geen kleine club, maar voor een kleine club bezoekers die voorstellingen bezoekt, maar eigenlijk voor iedereen. Nogmaals, een hele lastige opdracht. We zijn alles voor iedereen, maar dat is wel mijn droom, dat dit de huiskamer wordt voor deze regio. Ik denk dat onze rol er niet alleen is om nu dat mooie programma aan te bieden voor veel publiek, maar om iets te betekenen voor Eindhoven, voor deze regio en misschien zelfs wel voor het geluk van de mensen. Ik heb toch ernstig de hoop en het geloof dat als men uit het theater komt, dat je dan een stukje gelukkiger bent dan dat je erin kwam.